Dus, maar nu even echt mijn ontbijtje maken. Zo. Ze heeft er trouwens één grote bende van gemaakt hier, echt. Niet! Nee, een klein beetje maar. Ik heb besloten, in ieder geval Sarah en ik hebben besloten, dat... Stom hè, hoe dat dan van de een op de andere dag zo kan veranderen. Een hele goede morgen. Het is vandaag, even denken, zaterdag. Ik lig hier nog lekker op de bank. En mama ligt nog lekker in bed. En ik moet weer een weekje thuis werken. En dat is echt heel jammer. Nou, even mijn stof aandoen. Dit is echt zo mooi. Zo leuk. Ze zit ook echt heerlijk bij mij. Ik ben echt heel blij mee. Bedankt oma. Super veel bedankt. En ik heb ook poppetjes voor mijn vriendin gemaakt. Daar ben ik nu steeds weer outfitjes voor aan maken. Zoals jullie het net zagen, die regenboogjurk. Die heb ik met die roze hakken. Dat noem ik de wolkenhakken. En die rood met dat blauwe is een badpak. Dat badpak met die rok en die panty en die sjaal en die bruine hakken. En die tas. En dat kan ook met het regenboog met die tas. Of je kan ook met die oranje met al die andere spullen en die hakken doen. Met de letter erbij. Het is echt zo leuk. Zo, en ik moet een ontbijtje gaan maken voor mezelf. Gisteren hebben we brownie gekregen van Nina. Echt heerlijk. Oké. Hier staat van Nina. Staat. Ik hoop dat hij lekker smaakt. Ik hoop dat hij lekker smaakt. Maar smaakt hij ook niet, ja? Dus, maar nu even echt mijn ontbijtje maken. Zo. Wat denken jullie dat mijn lievelingseten is? Want dat wil ik heel graag weten wat jullie denken. In ieder geval, er kan groente in zitten. Zoals bijvoorbeeld spinazie, tuinerwten. Dat is het enige wat ik jullie verklap. Maar voor de rest moeten jullie het zelf uitpeuzelen. Zo, en ik ga nu even de televisie aanzetten. Ja, die staat aan. Het gaat wel moeilijk met drie dingen bij mij. Zo. Nou ja, even wachten. Oh. Dit ga ik even niet kijken hoor. Ik moet eerst even onder de deken komen. Netflix. 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 Ja, daar staan mijn lievelingsdingen op. Goedemorgen, het is zaterdag
toch? Het is al zaterdag, ja. Nee. Ja. En ik voel me weer ietsjes beter dan gisteren. Ik heb al wat zaterdag is en ik heb al heel veel gevlogd. Oh, wat leuk. Nou, en nu open ik ook de vlog. Ja, stapje voor stapje ga ik me iets beter voelen. Als ik... mama, je moet dit echt zien. Ja, Sarah zit helemaal into the mirror. Nee, die moet je echt zien. Oh, wat ze is echt verliefd op hem. Ja, dat weet ik. Ze geeft hem een kusje op zijn vang. Oh, Sarah zit helemaal te glunderen. Ze heeft er trouwens één grote bende van gemaakt hier, echt. Niet! Nee, een klein beetje maar. Ah, goed, ik ga daar even douchen, mijn haar even goed wassen. Dat mag ondertussen wel. Staat ze in de taart? Ja, in de pizza. Ze is wel een beetje pizza een... is het. Ja, maar ze is wel een beetje een kluns, hè? Ze is een kluns, maar ze is wel superheld. Ja. Die had nog problemen op. Oh, nou is ze helemaal af. Ik heb pas de helft ervan gekeken. Oké. Okay. Maar ik had toch gezegd, na deze aflevering gaat de televisie even uit. Dus ga maar even gewoon terug. En ja, dat is het voor nu. Ik heb me aangekleed en gedoucht. Mijn haar lekker gewassen, dat was echt nodig. Deze trui is van Warehouse Broek Mango. En ik heb nog geen schoenen aan, want ik weet niet of ik de deur uit ga. Ik zit ook heel erg te twijfelen of ik me op ga maken. Maar meestal als ik me opmaak, dan voel ik me wel weer wat meer levend. Maar aangezien ik me ook nog niet helemaal top voel, vind ik het ook wel fijn als ik niks op heb. En ook als ik mijn bed in moet, dan hoef ik alleen te wassen en niet te reinigen. Dus ik zit nog in dubio. Ik doe het in ieder geval voor nu niet. Mijn haar verder drogen en wil even lekker weer wat eten. Mijn eetlust is wel gelukkig echt een stuk beter. Ik heb besloten, in ieder geval Sarah en ik hebben besloten, dat we dan maar even een potje gaan Mario Karten. Oh, oh. Oh, die is cool. Ik heb hem in wit. Die. Ja. Dat is een Mercedes. Hé, hey, dat zijn Mercedes banden erbij. Heb je dan ook een Mercedes scherm? Kijken. Oh. Even kijken. Dan moet je kijken of je dat tekentje ziet. Dat is gesponsord. Ik zie het nog niet. Nee, nee. Hè? Volgens mij niet. Of nee. Ik moet die nog vrij spelen. Dat kan ook. Ja, die moet wel vrij spelen. Dan moet je één zoeken die er cool bij is. Die een beetje... Nee. Oh, die. Oké. Okay. En nu wordt het tijd om even wat te eten. En dat zijn rijstwafels met pindakaas voor ons worden. En Sarah heeft ondertussen het huis veranderd in een kinderdiscotheek. Marco belde net en die is weer een stuk later thuis. Dus ik moet echt zelf koken nu. En ik voel me echt nog niet lekker om te lang achter elkaar eigenlijk in de keuken te staan. Dus ik ben echt de meest simpele pasta ooit aan het maken. Echt, ik heb vleessaus en pasta. Normaal doe ik groenten, alles snijden, maar ik heb er echt het fut niet voor. En dan denk ik, ja, dit eten is in ieder geval beter dan niet eten. En ik ben Sarah om wat groenten los aan te eten, laten eten. Dus dan heeft zij toch de groenten gegeten. Dus ja, dan komen we er toch wel. Maar echt, dan merk ik echt dat ik nog niet op conditie ben. Terwijl ik me echt wel beter voel. En dan denk ik ook weer zo, hoe heb ik me dan eigenlijk de afgelopen dagen gevoeld? Want toen kon ik dit helemaal niet. En nu lukt dit net aan. Mijn haar is trouwens echt beter weer gewassen. Het was zo vet. En als ik het was, zit er gelijk zoveel meer volume in. Ja, ik heb er natuurlijk niks aan gedaan nu. Dus zo is maar ja, een beetje een slag. Ik ben aan het vloggen, hoor. Een beetje een slag van mijn elastiekje, maar zo is mijn haar zelf. En ik moet het echt verven, want ik heb uitgroei en dat vind ik echt stom. Maar voor nu gaat het toch even gewoon lekker makkelijk in een staartje. Nou, de fantastische basic pasta is klaar. We hebben net gegeten en toen heb ik Sarah naar bed gewacht, heb ik heel veel gelegen. En, oh ja. Sarah is helemaal into the miraculous. Ik weet niet of andere moeders dat kennen, maar daarin zwaait de hoofdrolspeler met een yo-yo. Zo. Sarah doet dat heel graag na. Dus ze mocht niet mee naar de kamer. Overdag kon ik het bedwingen dat ze dat in de tuin deed. Dat vond ik een iets beter idee. Het konijnhok is in ieder geval afgeschermd. De ramen, nou ja, laten we het maar hopen. Maar dat vond ik een beter idee dan binnen. Ik denk opeens, oh ja, die yo-yo lucht hier. Maar goed, het gaat nu even redelijk.
En ik heb zo zin om dingen te doen. In mijn hoofd ben ik heel druk. Alleen, ja, mijn conditie is even heel slecht. En ik vind thee op het moment niet zo lekker. Echt heel stom. Mijn smaak verder is niet weg, maar thee smaakt me gewoon niet. En dat is echt het enige waarbij ik daar last van heb. Maar ik heb het wel eens vaker hoor. Als ik dan niet lekker ben, dat een bepaald iets me dan tegenstaat. Ik heb dat trouwens vroeger gehad met melk. Toen was ik ziek en ik dronk altijd echt mega veel melk. En ja, toen is dat me tegenstaan. Ik moet zeggen dat ik dat heel mijn leven eigenlijk niet terug heb gekregen. Ik ben dat altijd daarna niet heel lekker blijven vinden. Stom hè, hoe dat dan van de een op de andere dag zo kan veranderen. Ik kan het tegenwoordig wel drinken als het moet. Maar echt lekker heb ik het nooit meer gevonden. Terwijl echt, het was altijd mijn meest favoriete drankje vroeger als kind. En omdat thee mij momenteel niet smaakt, ga ik nu deze drinken. Nu ga ik deze nieuwe serie kijken. Ik ben super benieuwd. Ik heb maar een klein stukje gekeken, maar ik ga lekker mijn bedje in. Ik zet op mijn toffels, want oh wee, als die niet naast de bed staan, dan is ze helemaal in stress. Zoals net toen ze in de bed ging, oh mijn pantoffels. Ze had het beloofd naast de bed te leggen. En nu ga ik snel zelf slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het toch nog enigszins een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!